Hallo ballonvriendjes en vriendinnetjes. Vandaag maken we een geweldige, coole slam. Wat heb je nodig voor zo'n leuke slam te maken? 2 groene ballonnen, 260. Een roze ballon, 260. Een witte ballon. Een gewone ronde witte ballon. Of een stukje van een 350 ballon, waarvan je 2 bubbeltjes maakt. Of 2 eye-printed oogballonnetjes. Een stift, een schaar en onze ballonpomp. En laten we starten. Voor deze slang is echt heel makkelijk werken. Onze eerste ballon die blazen we op tot ongeveer halfweg. Meer hebben we daar niet van nodig. Knoop je ballon goed dicht. En maak 2 bloedblaadjes. Dit wordt de bek van onze slang. Dat is 1. En ik werk af met nog een pinch twist. Pinch twisten doe je door de ballon achteruit te trekken en te draaien. Ziezo, en de rest van deze ballon hebben we niet meer nodig. Knopen we af. Knopen we dicht. En de overschot knippen we af. Hopla, dit wordt de bek van onze slang. Nu onze tweede 260 ballon gaan we helemaal opblazen. Laat een beetje lucht ontsnappen. Knoop dicht. Maak je ballon goed zacht. En draai je ballon rond je arm. En nu kan je de ballon een beetje masseren. Ja, excuseer. Ik ben allergisch aan slangen. Deze kan je opdraaien zoveel je zelf wil natuurlijk. Maar ik hou er wel van een opgerolde slang. Doe een beetje meer aan het hoofdje zo, dat we echt een goede kronkel krijgen. Nu gaan we de kant waar onze knoop zit verbinden in onze pinch twist. En dan is eigenlijk de basis van onze slang al klaar. Nu de oogjes. Ik ga dit keer gebruik maken van de gewone witte ballonnen. De slang kruipt steeds weg. Die gaan we verbinden in onze pinch twist. Ziezo, dan kan je er nog de oogjes op tekenen. En dan is eigenlijk de slang al klaar. Nu, wat je nog kan doen als afwerking van de slang, en dit vind ik echt wel heel leuk om te doen, dat is de roze ballon. Hier blaas je een heel klein beetje lucht in.
niet te veel. Zo. Laat een beetje lucht ontsnappen. Knijp je lucht eigenlijk tot helemaal van achter in je ballon. En nu verdelen in twee stukken, dus ongeveer zo. En de andere helft laat ik leeg. Dan hebben we dit. Nee, ik ben niet goed. Sorry. Opnieuw. Dus je blaast een beetje lucht in. Je laat een beetje lucht eruit. Tot je een stukje hebt. Zo. Knoop deze al dicht. Knijp je lucht tot je twee delen krijgt. Zo. En je ene deel kniet je eigenlijk tot helemaal aan het einde van je ballon. Dit is de tong van de slang. En deze ga je dan verbinden in de bek van onze slang. En nu heb je een hele stoere slang. Bedankt voor het kijken en graag tot een volgende video. En vergeet zeker niet, abonneer op mijn kanaal.